Twee weken geleden heb ik hier onder gunstige omstandigheden aardappelen gezaaid. Deze keer heb ik 's nachts geen kachel gebruikt. De opkomst valt nog niet mee. Overdag is het hier altijd boven de 20 graden Celsius. Dit is om nieuwe rassen te veredelen. Nu is de laatste paar jaren nogal wat aandacht voor aardappel uit zaad van hybride rassen. De True Potato Seed rassen. Direct buiten op het land zaaien wordt volgens mij niks. We hebben dit in het verleden geprobeerd. Ik zou zeggen, bespaar de moeite. Ik heb ook het idee dat verplanten van zaailingen een gunstige invloed heeft op de groei. Wel een mogelijkheid is om voor te zaaien in een kas en hier knollen te telen. Of de plantjes later buiten uitplanten. Hier gebeurt dit, al zijn dit wel plantjes voor veredelingsdoeleinden. 25 gram zaad per hectare is veel te weinig. Dit zijn 40.000 zaden. Meestal maar één stengel per plant. Dus 4 stengels per vierkante meter. Met 100 gram zaad per hectare is er misschien 25.000 kilogram te oogsten. Het blijft volgens mij een heel beperkte teelt. Voor gebieden die moeilijk te bereiken zijn met aardappelen. En daarbij zou het ook mooi zijn dat de kosten betaald worden. De teelt met pootaardappelen is veel eenvoudiger en zekerder. Bedankt voor het kijken.